Nou, het is vandaag een mooie aftrap. Afgelopen vrijdag hadden we al Ton de Graaf van D66 in de studio. Vandaag meneer Fortuyn. Meneer Fortuyn, mag ik u tatoeëren eigenlijk in dit programma? Nou, tatoeëren niet, tutoeëren wel. Oh, dat wel. Op 6 mei 2002 geeft Pim Fortuyn een radio-interview aan Radio 3FM in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Zijn partij, lijst Pim Fortuyn, de LPF, staat er goed voor in de peilingen. Fortuyn verlaat kort na 6 uur de radiostudio op het Mediapark in Hilversum. Op weg naar zijn auto op de parkeerplaats wordt de politicus neergeschoten. Medewerkers van Radio 3FM die met Fortuyn meelopen, zien het gebeuren. We liepen hier zo naar buiten. Ik had zoiets van, ik moet hem nog even bedanken. En dat heb ik ook gedaan. En toen zijn we naar zijn auto gelopen. En vervolgens liep er iemand hier vanaf de oprit naar hem toe. Een man met een baseballpetje. En die begon op hem te schieten. En hij zakte door zijn voet heen. Benen. Als ik nu gezicht ben, raak ik weer helemaal in de war. En daar lacht hij. Het nieuws verspreidt zich razendsnel. Dames en heren, goedenavond. Pim Fortuyn is vanavond rond 6 uur in Hilversum op het Mediapark neergeschoten. Volgens ooggetuigen is hij geraakt door 6 kogels. Dat meldt Radio 1. Volgens ooggetuigen is Pim Fortuyn aan zijn verwondingen overleden, maar dat is nog niet bevestigd. Hij zou geraakt zijn in hals, borst en hoofd. Er wordt nog geprobeerd om de LPF-leider te reanimeren, maar tevergeefs. De moordenaar van Fortuyn, milieuactivist Volkert van der G., wordt in de buurt van het Mediapark door de politie overmeesterd. De politieke moord schokt de samenleving. Ik vind het een aantasting van onze democratie. En hij is degene die zei wat iedereen dacht. Alleen hij zei het. Wat hier gebeurd is, is onbeschrijfelijk. We hebben later vanavond, dit zijn dus mijn persoonlijke ontboezemingen. Ik kan het niet anders zeggen. Ik ben er kapot van. Aanhangers van Fortuyn geven de gevestigde politiek de schuld. Met name linkse politici zouden de populistische rechtse politicus hebben gedemoniseerd. Het is afgelopen met de paarse politiek. Je leest elke dag in de krant dat Paars het verprutst heeft. Er is toen iemand doodgeschoten omdat hij durfde uit te komen van wat hij dacht. Juist. En wat jullie dus moeten voorkomen is dat je Nederland gaat schrijven en daarmee een heleboel mensen stigmatiseert. Het gaat erom dat we nu met z'n allen bij elkaar blijven. Wij onze mening geven hier in Nederland. Precies. S'avonds slaat de vlam in de pan in Den Haag. Boze demonstranten belagen het binnenhof. Dranghekken worden omgegooid, een auto in brand gestoken. En de politie verricht verschillende arrestaties. 4 dagen later wordt Fortuyn onder massale belangstelling begraven. Langs de weg staan tienduizenden mensen die afscheid nemen van de populaire politicus. Dit is wel kippenvel gevoel eigenlijk. Ik denk dat het ook een stukje eerbetoon is aan wat hij dus ook voor de stad denk ik heeft gedaan. En om toch ook de mensen de kans te geven om definitief afscheid te nemen. Met zo'n vreselijk leuke, charismatische man. Ik ben helemaal kapot. Verschrikkelijk, ik heb het er met geen woorden voor. Of ik een kind ben verloren, meneer. En er zijn verwijten aan premier Kok. Ben je rotzooi mee? Prim Kok, ben je rotzooi mee? 9 dagen later boekt de partij van Fortuyn een monsterzege bij de Tweede Kamerverkiezingen. De LPF, met de vermoorde Pim Fortuyn als lijsttrekker op het stembiljet, wordt vanuit het niets de tweede partij van Nederland met 26 zetels.